allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 24 juli en ik begin de dag met twee crackers met kipfilet en een bananensapje, een bananensmoothie. En ik ben ondertussen de vlog van Jill aan het kijken en dit is een vlog van gisteren, of vandaag, van vandaag. En die heet Zingen met Monica en die ga ik kijken. Dat wordt leuk. Gisteren is er dus een vlog online gekomen met Cindy, super chill. En vandaag ga ik niet zoveel boeiends doen. Een beetje op de laptop zitten, een beetje tv kijken. En vanavond gaan we pannenkoeken eten. Dat is super lekker. Het is al wel wat, ja. Het wordt niet zo warm vandaag. En het is nu echt 1 uur. Dus dat is ook wel chill. Ik begin gewoon lekker de dag nu. Ja, ik ga zo meteen op de tv Celebrity nog wat kijken. Dat gaat zeg maar dan een documentaire over een bekende artiest. Wat ze eigenlijk hebben gedaan. Kledingmissers die ze hebben gedaan op de rode loper. Dat soort dingen. Ga kijken. Het begint over 2 uurtjes. En ondertussen ga ik gewoon verder werken op mijn YouTube kanaal. En aan mijn YouTube. En lekker eten. Dus dat ga ik eerst doen. Daarna ga ik werken op de computer. Even een video editen. En dan ga ik nu tijdens het ontbijt de vlog van Jill kijken. Dus dat ga ik doen en daarna de vlog van Monica. Nou, dus ik zit even op YouTube. En Manon van Manon Tilstra heeft dus een nieuwe video geüpload. En ze doen samen de Bean Boozle Challenge. En ik zit al 3 minuten te kijken en ik ga nu al helemaal stuk om Dwayne. Echt super grappig, want ze hebben net hondenbrokken gegeten. Snoepje, je weet wat ik bedoel. Want ik heb die Bean Boozle Challenge ook gedaan. Linkje zal in de beschrijving staan van die video. En ook van deze video zal het linkje in de beschrijving staan. Ik ga even kijken. Ja, misschien is dat wel goed. Ik weet het niet. Oké, maar alsjeblieft, lijmt en alsjeblieft. Alsjeblieft, ik wil niet weer een vieze. Oké, 1, 2. Deze video is super grappig en zeker de moeite waard om te kijken. Ik ga verder met deze video kijken en dan ga ik denk ik hierna in bad, want het is alweer 3:30, dus ik ga daarna lekker in bad. En ja, zo, zit een stukje eten vast, zo, jezus. En dan zie ik jullie zo weer. Ik zit nog steeds op dezelfde plek. Het is nu 3:50. En kennen jullie O.O. Gerso nog? Voor de mensen die O.O. Gerso kennen, die kennen vast nog wel Bibi. En ik zit net op YouTube te kijken en ze heeft gewoon een eigen YouTube kanaal. Superleuk. Ze maakt echt leuke vlogs. Het heet Bibi's Life. En dit is het kanaal. Voor je nog niet bent geabonneerd, ze heeft bijna 45... Ze heeft 7583 abonnees. Dus ik ga dit wel even een beetje kijken. En het zijn superleuke vlogs. Dus ik zit nu op de vlog Bibi's Life 21. En ik heb net 15 tot nu gekeken. Dus ik zie die zo weer eigenlijk. Het is dus nu 10 voor half 10. En ik heb heel weinig gevlogd vandaag. Omdat ik gewoon niks boeiends heb gedaan vandaag. Het enige wat ik heb gedaan is op de computer gewerkt en wat geslapen. En voor de rest heb ik niet zoveel gedaan. We zijn net even bij de McDonald's geweest om een frappuccino te halen. Daar zie je hem staan. En een sundae ijsje met mijn opa. En zijn we nog een beetje gaan rondrijden. En ja, voor de rest heb ik niet zoveel boeiends gedaan vandaag. Sorry alvast voor de korte vlog. Ik kan er niks aan doen. Omdat ik gewoon niks boeiends doe vandaag. En morgen weet ik ook nog niet of ik wat leuks ga doen. Zondag weet ik ook nog niet. Maar maandag wordt een hele superleuke vlog. Omdat ik dan ga winkelen met mijn moeder. Dinsdag ga ik ook winkelen met Sophie. En met Marcia waarschijnlijk. Nee, niet van Beauty Gloss, maar gewoon vriendin van mij. Woensdag ga ik met Carmen. En donderdag heb ik afgesproken met Raynor. Dus dat worden 4 hele leuke dagen. Dus ook 4 hele leuke vlogs.
De eerste vlog, die toen ik bij Ines bleef slapen, die heb ik helaas offline moeten halen, die vlog. Omdat Ines sommige stukjes er niet in wilde. En, maar ik had dus alle beelden had ik dus niet meer. Dus ik zat een beetje te struggelen van ja, weet je, dan begint ineens dag 2. En dan is het ineens van, oh leuk, ik ben bij Ines. Ik heb daar geslapen. Dus ik heb het opgelost en ik heb in plaats van een vlog heb ik de grote Efteling quiz, die eigenlijk voor augustus in de maand of via maand was, heb ik vandaag dus online gezet. Als je deze vlog niet zien, dus verleden week. En dan heb ik binnenkort, want dan heb ik ook nog eigenlijk een do-it-yourself. Dus die wil ik binnenkort ook wel online gaan zetten. Van stel, ik heb ineens geen vlog, dat ik altijd die nog kan gebruiken. Dus dat eigenlijk. En voor de rest doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik ga zo meteen wel als ik thuis ben, of thuis, ik ben al thuis, maar ik ga denk ik zo meteen over een uurtje of zo ga ik Raking the Stars terugkijken op mijn computer boven. En dat vind ik hartstikke leuk, dus dat ga ik doen. En voor de rest ga ik niet echt meer iets boeiends doen eigenlijk. Ja, Raking the Stars kijken, maar dat is het ook eigenlijk. Dus misschien neem ik jullie daar nog wel mee. En Quint is beneden met een vriendinnetje film aan het kijken. Dus ik ga zo even kijken wat ze aan het kijken zijn. En ik heb mijn Nike's weer eens een keer aangetrokken. Want ja, die zitten zo ontzettend lekker. En ik heb nog een vraagje aan jullie. Laat even in de comments achter. Even kijken. Wat jouw favoriete vakantieland is. Want dat wil ik wel graag even weten. Want ik ga volgend jaar wil ik toch wel een reisje maken. Alleen met vrienden. Dus dat wordt chill. En misschien, ik zou dit jaar, of dit weekend, dus 10 augustus, zou ik naar Antwerpen gaan. Ik weet nog niet of dat doorgaat, omdat we moeten eigenlijk boeken. Maar ik heb heel weinig tijd de komende weken. En ja, om het Ines te laten boeken is ook niet echt heel erg goed. Het kan wel. Maar ik ga sowieso in het weekend van 25 tot 29 ben ik in Duinruil te vinden. Want dan ga ik met vrienden, gaan we naar zo'n huis huren. En ja, I know, dan is ook de Tina-dag. En voordat ik vragen krijg van, dat is toch alleen voor meisjes? Ja, dat is alleen voor meisjes. Maar er lopen wel genoeg jongens rond daar. Omdat het gewoon gezellig is met vrienden. Er zijn artiesten. En ik ga toch niet heel veel boeiends doen dan. Alleen maar naar de artiesten kijken en zo. En het is wel gezellig als je met vrienden gewoon bent. En Jumeira vroeg me mee of ik mee wilde, omdat ze iemand miste. Dus ja, weet je, ik ga natuurlijk dan wel gewoon zeggen van ja, is goed. En dan kan ik ook weer vloggen voor jullie. En misschien kom ik dan ook wat kijkers tegen, je weet niet. En ik ga even kijken wat ze beneden aan het doen zijn. En dan ga ik lekker naar boven, Raking the Stars kijken. En dan zie ik jullie zo weer. Dus nou, tot zo. Het is nu iets van bijna 11:15. En ik ga lekker slapen. Sorry dat ik niet zoveel heb gevlogd vandaag. Maar dat kwam omdat ik gewoon vrij weinig heb gedaan vandaag. Morgen gaat het heel erg stormen. Dus ik weet niet of ik dan ook nog wat ga doen. Ik denk het wel. Natuurlijk ga ik voor jullie vloggen. Dan ik zie jullie morgen denk ik weer. Sorry dat het echt een hele korte vlog is geworden. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei.